Wageningen, dat was eigenlijk de enige plek waar ik naartoe wilde. Dus misschien ook wel een van de enige open dagen die ik bezocht heb. Ik kende het van tevoren niet goed. En het was nogal knus, een beetje dorpachtig, maar ook toch heel internationaal. En dat maakte ook wel dat ik me er wel vrij vlot thuis voelde. Ja. En ook altijd de drang hield om ook weer weg te gaan. Dat is altijd mijn band geweest met Wageningen. Hier zijn en toch ook weer vertrekken en weer terugkomen. Het was wel heel boeiend, heel interessant eigenlijk meteen al vanaf dag één. Ik weet nog, maar eigenlijk mijn allereerste college weet ik ook gewoon nog. En dat was van professor van de Ploeg, Jan Douwe van de Ploeg. En die kwam binnen met een radu, dat is een Afrikaanse hak. Dat is een landbouwgereedschap. En dat legde die neer naast de computer in de hoorcollegezaal. En toen zei hij, ja, wat is nou betere technologie? En daar begon eigenlijk het denken in Wageningen voor mij. Van wat een verschil. Je zou ons gauw denken, dat is de computer. Maar om iets te kunnen gebruiken en om daarover na te denken wat technologie was, was dat echt een heel mooi begin. En dus aan de ene kant werd je op die manier geprikkeld. En aan de andere kant was het gewoon volop excursies en rondfietsen in het gebied om de landbouw en de omgeving in Wageningen te leren kennen. Naar het bos om bomen te meten, fietsen door het rivierenlandschap om te snappen hoe dat nou allemaal werkt met die verschillende soorten bodems. En aan de andere kant gewoon heel veel feestjes, heel veel plezier met de medestudenten. In de periode dat ik studeerde en dat ik eruit ben geweest, dat beslaat ongeveer 9 jaar. En in die periode is er best wel veel veranderd. Onder andere dat in mijn tijd had je een propeduizenjaar en dan een aantal jaren daarna voor je doctoraal. En dat veranderde toen naar een bachelor-master systeem met een harde knip, zo geheten. Voor mij betekende dat dat ik... Ja, ik ben een vrije doctoraal gaan doen uiteindelijk. En dat komt natuurlijk door het aparte pad wat ik bewandeld heb. Dus voor mij maakte dat in dat opzicht niet heel erg veel uit. Maar het gaf mij eigenlijk wel de kans toen om met een diploma weg te gaan. Dus dat ik halverwege wegging, had ik al wel een bachelor diploma. Het werd toen ook aan mij uitgelegd door de decaan, waar ik daar even een gesprek mee over had. Van ja, bachelor op dit moment is nog niet omzetbaar in een diploma waarvan we zeggen, nou, dit sluit heel erg goed aan op een bepaalde beroepspraktijk. Dus die waarschuwing kreeg ik wel mee. En ik ben natuurlijk ook wel weer teruggekomen om die master af te maken. Dus ik denk dat ik daarbij mezelf wel een goede kans heb gegeven om het pakket helemaal af te sluiten. Maar in die tijd was het dus nog niet helemaal zo dat je met een bachelor ook al aan kon sluiten heel gemakkelijk op een andere studie. Of ook niet dat het op zichzelf staand al veel... Of duidelijk aansloot op bepaalde beroepen. En wat er in die tijd veranderde was dat onze studienaam is veranderd. Is 2 keer veranderd, zelfs volgens mij in die hele periode dat ik er was. De naam van de vakken werden veranderd, de periodes werden veranderd. Eigenlijk gebeurde er ontzettend veel op dat gebied. Maar er was ook een soort stabiliteit. Wageningen is Wageningen. De docenten waren er gewoon nog. Je kreeg daar gewoon begeleiding voor. De vakken waren even moeilijk of soms even makkelijk. Dat was natuurlijk wel gewoon een soort vast kader. Een soort decor waar alles zich tegen afspeelde. En dat is misschien ook wel wat in Wageningen ook is. Het bestaat nu 100 jaar. Dus een soort stabiliteit. En een soort, gevoel van, nou, dit is een groot spel, een soort theater waar alles zich voortdurend blijft afspelen. Dat stopt niet zo snel. Zo kan je nog zo, je kan naar de campus vertrekken, je kan alle gebouwen veranderen, je kan studenten veranderen, maar ja, we blijven met dezelfde dingen bezig hier. Ja, om in Wageningen te studeren of überhaupt te studeren in Nederland voelde enorm als een privilege en zo lang ook. Echt uit te kunnen vinden wat bij je past, waar het om gaat in de studie, tot essenties te komen over, in dit geval over ongelijkheid in de wereld, in het gebied van water en irrigatie, maar ook in sociale studies en rurale ontwikkeling. Daarbij theater te kunnen studeren en dat bij elkaar te mogen brengen. Dat er docenten zijn die dat interessant vinden en met jou mee willen denken daarover en over interacties willen nadenken. Dat je daar lang over mag doen en dat je daardoor
toch echt tot een ander niveau kan komen, dat is een enorm privilege. Dat zou ik echt iedereen gunnen. Ja, echt als een van de meest verrijkende en vrolijke periodes van mijn leven tot zover. En het is daarna ook wel echt heel gaaf geweest wat ik gedaan heb. Alleen het verschil met student zijn en niet-student zijn was voor mij echt een heel stuk vrijheid waarin je echt je eigen pad kon uitzoeken en kon experimenteren ook. Dus dat je nog niet alles hoeft te weten van tevoren waar het naartoe gaat, zijpaden in kan slaan, kan gaan reizen en terugkomen en kijken wat je daarmee kan in je studie verder. En ook toch het ontmoeten van zoveel verschillende mensen, die op dat moment weet je dat niet, maar een heel aantal daarvan die heb ik nog steeds in mijn leven. Dus dat is ook wel een hele gave winst eigenlijk van die periode geweest. Ja.